Nou, dit vind ik een teken van emancipatie en een teken van eigen kracht. Door op deze manier de eigen mensen die in de fout gaan terecht te wijzen en ze niet de hand boven het hoofd te houden. En ik heb net gezegd, dit is een manier om je eigen huid zelf te krabben, om door je eigen nagel daarvoor in te zetten. Ik vind dit fantastisch. Is niet genoeg. Ik heb ze ook nog aangespoord nog door te blijven gaan met het zoeken naar de eigen kracht als het gaat om opvoeding van eigen kinderen. En het leren aan deze jongeren dat wapens dragen gevaarlijk is voor zichzelf en voor de samenleving. En dat daarmee oplossingen niet worden gevonden. Dat ze op ons een beroep kunnen doen voor alles wat te maken heeft met wat een overheid moet doen. Maar dat ik ook pikkelhard zal optreden tegen iedereen die wapens in deze stad draagt. U zegt deze organisaties, wat heel belangrijk is dat we nu als gemeenschap samen gaan werken met de gemeente. Want alleen de gemeente en politie kunnen dit dus niet aan. Nou ja, we moeten doen datgene wat van ons is. Maar datgene wat vooral deze mensen moeten doen, is vooral in de Antilliaanse gezinnen zelf interveneren. Dat kunnen wij als overheid niet doen. Dus opvoeden is van de Antilliaanse gemeenschap zelf. Maar degene die dus scheef gaat, die pakken wij hard aan. En iedereen die tegen mij zegt, burgemeester help, onderwijs, werk, gezondheidszorg, armoedebestrijding, die is bij ons ook van harte welkom. We zijn zacht voor degene die een zachte hand nodig heeft, maar we zijn bikkelhard voor degene die over scheef gaat. Als ik nu kijk naar de criminaliteit om Antillianen, dan zien we dat die gedaald is, van 10-7%. Maar het blijkt dat het nog steeds heel hard is, heel zware criminaliteit. Nou, de criminaliteit om Antillianen gelukkig daalt, van 10% naar 7,2% over een reeks van jaren. Dat is een goed signaal. Maar wat er overblijft is hardnekkig. En daar is veel geweld bij aan de orde en zeker ook veel wapengekletter. Ja, en dat is natuurlijk onaanvaardbaar. En dat is met name eigenlijk ook nadelen voor de Antillianen zelf. Want vele goedwillende Antillianen worden op deze manier in een hoek gedreven waar ze niet thuis horen. En dan zie je gisteravond opnieuw een incident. Ja, het is verschrikkelijk. Er was een of ander misverstand in een avondwinkel. Een normaal mens denkt, dat praat je gewoon uit. Dan ga je toch niet je pistool voor gebruiken. Dat is buitengewoon triest. Nou, dat is dus kennelijk ook iets wat mij zorgen baart. Schijnt onder een bepaalde laag Antilliaanse jongens. Die met psychosociale problemen te maken hebben. En soms ook gewoon lage persoonlijkheidsontwikkeling. Het besef te lopen van, ja, ik moet gewoon een wapen hebben. Want dat is mijn beste bescherming. En zeker als ik een grote kruis draag, dan ben ik helemaal beschermd. Ja, dat is toch hartstikke fout. Want die rekenen wij wel in.